van die halen, hou je man. Met je niet dat ik het niet weet, met je. Heb je een keer crush gehad van Jessie? Nee. Ah, oh, akka's gefeest. Heb je ooit naar iemand zijn moeder die komt gekeken? Heb je ooit iets gehad met een fan? Met een wacht. Ja of nee? Je hebt niet eens een komkommer, ja, doe niet normaal. Wacht. Oh, Turnhout is zo ghetto. Yo, mijn naam is Akaza Jr. en ik breng je weer een nieuwe video. Vandaag zijn we in Turnhout. Er is hier een kermis, dus we moeten hier sowieso aanwezig zijn. We gaan schokken de leugens doen. De regels zijn vrij simpel. Zet de hand hierop, wij zetten vast. Als je de waar spreekt, gebeurt er helemaal niks. Maar als je liegt, dan krijg je een elektrische schok. Dus de boodschap van vandaag is, niet liegen, stop de cap. So let's go. Heb je ooit pacha geslagen op je familie? Nooit op mijn hele leven, honden. Eerlijk. Oh, wat de f***! Wat is dit absoluut? Dat was ik niet, ik heb niks gedaan. Nee. Hoeveel meiden heb je al genaaid? Eentje. Zeker? Je mag seks gehad met 1 meid. 100%. Oké, dat gaan we zien. Heb je een keer crush gehad van... Familie? Nee. Van Jessie. Jessie? Holla niet. Je hebt nooit een crush gehad op Jessie? Nee. Akka is kankerfeest. Oh, shit. Oké. Holla niet. Mag ik zien? Dit is een screenshot. Jessie wordt geëxposed. Kijk dat zo. Ben je ooit gegeten geweest? Ben jij zeker? Oh. Niet liegen tegen jouw vriendin. Nee. Niet liegen tegen de kijkers thuis. Daarom. Ik ben nog nooit gegeten geweest. De persoon die nu aan het kijken die gegeten heeft, kijk zoals shit. Ja, denk ik van, why the f*** you lying? Ja. Ben je een pathologische leugenaar, broer. Maar of je kunt echt f***ing goed liegen, ja. En de stress wegdoen. Letterlijk. Heb je ooit gay-porno gezien? Yeah. Ja, man. Om te zien of ik gewoon alle andere stijfjes heb gekregen, snap je zo? En heb je een stijfje gekregen? Ja. Nee, niet broer. Ja of nee? Beetje. Beetje. Nooit echt meer op die video afgetrokken. Oké, we gaan zien. Nee. Je hebt geen... Ik kan in de camera kijken en zeggen ik heb geen... Heb je ooit paga geslaan op iemand van Turnhout? Nee. Yo, nog nooit paga geslaan op iemand van Turnhout. Heb je ooit komkommer? Nee. En als ik denk, ja, zeg liegen tante hoor. Nee, ik heb het nog nooit gedaan. Toen moet ik komkommer gebruiken. Echt, hè? Doe normaal. Je hebt niet eens een komkommer in jouw broek, doe normaal. Wat is die opgegeten, die komkommer? Wat zei je? Wat is die opgegeten? Nee, je weet niet wat hij met komkommer heeft gedaan. Niet opeten, hè? Oh. Ah, oké. Okay. Ja, je wil dat bedoeling is. Ah, oké. Okay. Ah, okay. Ja, hoor het. Heb je ooit als iets gedaan met een jongen? Nee. Nog nooit iets gedaan met een jongen? Nee, doe dat niet. Wat is jouw body count? Nul. Jee. Ja, bodycount is 0. Ja. Wai, joh. Nice. Zou je vreemd gaan op je meid of zou je snitchen op je boys? Broer, wat vraag je me? Heb je een vriend die momenteel? Ja, man, een vriend die, man. Lekker Braziliaan. Maar wacht. Hij noemt dat vriendin lekker makkelijk. Stel voor je snitch op mij, ik ga 50 jaar in de bank. Wat? Ja. Dat is een zieke dilemma, man. Ja, bro. Wat een dilemma. Dus wat wordt het? Ja, broer, ik kan toch niet kiezen tussen deze man? Oké, ik zou snitchen. Ja, snitchen? We gaan zien of hij de waarheid spreekt. Oh, hij is... Ik zou ook snitchen, man, broer. Waar heb je op nummer 1 of wat? Hoeveel ex heb je ooit gehad? Hey. Ah, hier ga ik sowieso over liegen. Ik heb er 2 gehad. Je hebt er 2 gehad. Ja, maar. Ah, we gaan kijken. Hè? Wil je nog 2 tegen de kijkers thuis? Niet vreemd gaan. Subscribe. En volg.
Met hoeveel mensen heb jij gezoend? Twee. Je hebt niet meer dan twee meiden gezoend. Zoenen, echt zoenen of? Ja. Gewoon twee. Okay. Ja. Clean. Oké, jij bent er vanaf jouw zus mag komen. Heb jij ooit slecht gepraat over jouw nicht achter haar rug? Nooit. Nice, oké. Ben je ooit vreemd gegaan op een van je vriendinnen? Nee. Ik ben nog nooit vreemd gegaan. Ja. Heb je ooit pakken geslagen op? Nee. Heb je ooit hoofd gegeven in een verlaten, hoe heet dat? Verlaten gebouw? Nee. Wat zo specifiek, dat moet sowieso waar zijn. Ja, sowieso is dat waar. Wacht, welke verlaten gebouw was dat zo? Oh, die ghetto dingen bij station, zoiets. Okay. Wacht. Is dat echt waar? Ja. Hoe weten jullie dat allemaal? Gefilmd. Oh, Turnhout is zo ghetto. Ik dacht dat Mechelen ghetto was. Heb je ooit met een jongen gedaan? Astaghfirullah. Wat is dat voor een vraag? Okay. Astaghfirullah. In bed. Helemaal niet. Wat een stress is hoor. Oei joh. Als je aan het stressen bent, krijg je een shock. 1, 2, jullie zijn allebei niet halal. Hey, je bent allemaal niet halal, hoi man. Heb je ooit met de jongen in met je ah, ik niet eigenlijk dat ik het niet weet, met je Oké. Ben jij ooit gechapt geweest? Nee. Goed. Gewoon, je was blem, gewoon, je bent gechapt geweest. Nee. Wat zie. Waarom maak ik geen oogcontact meer? Dat kan niet, bro. Oké, ja. Zij is gewoon clean, man. Heb je je eerste kus al gehad? Nee. Mama. Je hebt nooit eerst. Je hebt nog nooit gezoend. Nee. Niet. Nee. We hebben een goeie. Dat kan niet. We gaan dubbel opzetten. Na. Ik heb mijn adem ingehouden voor deze. Beetje warm hier, hè? Klein beetje warm hier, hè? Bro, wat een lekker. Kijk, hè. Stel je voor, hè. Jouw mama is verliefd op mij, ik ben samen met haar. Zij wil nog steeds met mij bevriend worden. Ja? Ja. Ja. Dat maar ik zou het niet zo hard accepteren, maar nog steeds vrienden is gewoon vrienden. Oké, ja, je hebt het doorstaan, man. Man heeft nooit gelogen. Ben je nooit vreemd gegaan? Nee, ik ben nog nooit vreemd gegaan. Je bent nog nooit vreemd gegaan? Nee. Je kids hier misschien een cheater. Dat stress is ook. Van de pijn. Oké. Een van onze familie had je haar? Nee. Je had haar niet? Nee. Mooi, jongens. Dat kittel. Ik had haar niet. Je had haar. Ik mag haar niet, maar ik had haar. Heb je ooit naar iemand zijn moeder die kont gekeken? Nee, what the fuck, nee. Hij mag door grijns sowieso wel. En nu werkt het wel, hè? Nee, maar nee. Wil je nog iets zeggen tegen de kijkers thuis? Ik wil eerst tegen Jesse zeggen, ik rijd AMG en 5, dus kom naar mij, maar. Nee! Heb je ooit al iets gedaan met een jongen? Nee, broer, laat me met rust. Ik heb pas iets gedaan. Like zoenen, alles. Afspreken. Buiten afspreken, dat weet ik al. Je hebt nog nooit iets gedaan met een jongen, wat dan ook? Nee. Oké, man. Nee. Mijn moeder kijkt. Nee. Waarom duurt dat zo lang? Nee. Dat is gewoon omdat ik stress ben. Dat is de ding. Hartslag ding. Je weet toch, ja. Zou je een van onze vrienden, maakt niet uit welke vrienden, zou je iemand van, stel je voor onze ex of zou je hem pakken? Nou, bro. Ik doe niet aan die shit, man. Wat? Wow. Je bent hongerig, jongen. Al mijn vrienden gaan het zien. Oppassen mensen. Heb je ooit gelogen over je leeftijd? Vaak gelogen over mijn leeftijd. Ooit gelogen over je leeftijd? Hoe oud zei je dat je was?
Meestal 16, maar je bent 15. Ik ben 15, ja, en ik word binnen een maand. Oké, okay, dan dus... valt het mee. Nooit gezegd dat je 18 plus nee, 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 nee. We gaan zien. Dus op mij heeft deze tijd kippen vaker voor leeftijd. Ik zeg het toch, iedereen liegt over zijn leeftijd. Oh my. Vrouwen zijn niet te vertrouwen, man. No. Nee, bitches zijn shit. No, niet zo toch. Heb je ooit een crush gehad op? Nee, wat? Wie we noemen naam? Je bliep die shit. Ja, bliep zo. Je bliep die shit. Na. Zeg hoeveel? In 4K. Hoeveel exen heb jij? Ik zeg je eerlijk, ik heb twee. De twee exen? Ik heb twee, bro. Hoe voel je aan het liegen bent? Ik lieg niet, bro. Touch it. Ja. Heb jij ooit naaktfoto's verspreid van jongens of zo die je hebt gekregen? Nee, eigenlijk nooit. Oké, clean. Wil je nog iets zeggen tegen de kijkers thuis? Like, abonneer en dikke salve naar jou. Ja man, like en abonneer deze video. Subscribe, like en niet liegen. Niet liegen. Niet meer liegen. Waarom ben jij zwanger? Echt, denk ik hem! Film hem! Hij is jongen en hij is zwanger. Hij is zwanger. Heb je ooit iets gehad met een fan? Met een... Wacht. Nee, je hebt die vraag goed gehoord. Nee, maar wacht. Je hebt die vraag goed gehoord. Ja of nee? Nee, bro. Oh, wow. Maar nee, hè, paniek. Ja, hij weet hoe die dingen werken. Heb je ooit iets van gevoelens gehad voor... Nee. Geen gevoelens gehad voor hem? Nee. Oh, deze. Ik doe niet meer mee. Ja. Femke Louise, ik doe niet meer mee. Ik doe niet meer mee. Wow. Wil je het zeggen tegen de kijkers thuis? Ik wil even mededelen dat dit ding gewoon op cap is. Nee, jij bent gewoon verliefd op te veel mensen. Ja, inderdaad. Volg me op Instagram. Isabel van Gier, gaat dat hieronder zetten. Niet vergeten te liken en abonneren. Daarom. Bye. Dit is het einde van de video. Jullie zien terug naar de sowieso lied. Like deze video. Op mijn kanaal. Ja, wij zijn door. Ciao. Oké, de 5 minuten zijn om. Ik ga jullie nu zoeken. Time for the reveal. Oh. Hij komt. Je meldt.